Welk debatniveau kun jij bereiken? Regelmatig krijg ik de vraag, kan ik wel goed leren debatteren? Is het niet gewoon aangeboren? En zijn sommige mensen er van nature veel beter in dan anderen? Ik antwoord dan, vergelijk het met voetbal. Iedereen kan het spel voetbal leren, kan de spelregels leren en de tactiek. Maar niet iedereen wordt er even snel even goed in. Op welk debatniveau kun je jezelf inschalen? We kunnen daarbij gebruik maken van een 10-puntschaal. Met de 6 voor wat mager, 7 ruim voldoende, 8 echt heel goed en 9 briljant. De 6 is voor iedereen al snel haalbaar. Met wat oefenen en een aantal debatten doen en wat tips haal je de 6. Als het veel beter gaat, je doet alles volgens de regels van de kunst, maar nog heel erg geconcentreerd, heb je een 7 te pakken. Bij de 8 beginnen de ogen te stralen, heb je er echt lol in en komt een stuk creativiteit ook om de hoek kijken. En een 9 is een briljant debat waarbij iedereen van zijn stoel valt en denkt dit is geweldig. De echt mooie debatten met Wilders, Pechtold en Rutte tikken regelmatig de 8 en soms zelfs de 9 aan. Op welk debatniveau zou jij jezelf inschalen? Er zijn een viertal factoren die de debatvaardigheid positief beïnvloeden. De eerste is natuurlijk plezier. Als je er plezier in hebt, ga je vaker debatteren en gaat het steeds beter en krijg je er nog meer plezier in. De tweede is taalvaardigheid. Het leuk vinden om te spelen met taal en verschillende woorden hebben om hetzelfde te kunnen uitdrukken. Ook dat helpt enorm. De derde is ervaring. Ook ervaring, hoe meer ervaring je opdoet, hoe beter het is. En de vierde is natuurlijk ook regelmatig debatlessen volgen. Zodat je niet steeds in dezelfde modus blijft hangen, maar steeds weer nieuwe inzichten opdoet die je weer leert toe te passen. Kortom, veel oefenen met veel plezier maakt ook van jou een veel betere debater.